aardbeer. Hij heeft een hele speciale survivor techniek. Hij gaat inuline aanmaken om de winter mee door te komen. En die inuline is een suiker. En suikerige oplossingen die bevriezen veel minder snel dan waterige. Dus het is voor de plant een antivriesmiddel. Ook voor ons is het een hele lekkere, gezonde stof. Want hij gaat onverteerd in onze darmen terechtkomen. En daar voedingsstoffen zijn voor onze goede darmbacteriën. Dus het is eigenlijk een prebioticum. Ik heb hem het liefst in schijfjes gesneden en heel kort opgebakken samen met prei, dat hij nog een beetje beet heeft, en dan walnoten erover. Maar ook rauw is hij heel erg lekker en smaakt hij knapperig en een beetje nootachtig. Hij is van binnen wit en dus rauw kan je hem ook lekker opeten, in een slaatje raspen bijvoorbeeld. Enige nadeel aan de inuline is dat hij voor heel erg veel winderigheid zorgt. Dus let op waar je na het eten van aardbeer naartoe wil gaan.